De vijfde editie van de United Caribbean Business Fair wordt van 26 tot en met 28 oktober gehouden. Het thema dit jaar is connectivity. Vandaag hield directeur Edward Lee een persconferentie waarin hij uitleg gaf over de voorbereiding van het business-to-business event. Ruim 130 bedrijven en organisaties van zowel binnen als buitenland zullen er participeren. De United Business Fair is getransformeerd naar de United Caribbean Business Fair. Waarom is dat zo? De reden is omdat we een tendens hebben gehad de afgelopen jaren dat het Surinaams bedrijfsleven meer in contact wil treden met Guyana en de Antillen. En ook met China, India, Marokko tegenwoordig en nog wat andere landen. Dus we hebben gemeend om zoveel mogelijk die buitenlanders hier te krijgen. Dat is ons deels gelukt. We hadden een prognose gemaakt van 21 landen. Er zijn in totaal komen er 8 nu. Daarnaast hebben we een kleine, het overgrote deel, zeg 80% van de ondernemers, dat zijn gewoon de Surinaamse ondernemers. En against all odds, ondanks de moeilijke economische situatie en ook omdat het business, en ondanks het businessklimaat in Suriname nog niet zeg maar dusdanig gestructureerd is dat we buitenlanders goed kunnen faciliteren, is het ons toch gelukt om een kleine 8 landen hier te krijgen. Het programma zal erg divers zijn. Zo zullen er verschillende seminars worden gehouden, maar ook entertainment zal niet ontbreken, zegt Lee verder. Daarna hebben we Nico Mulder van Amsterdam. Dat is een topper die zeg maar de stad Amsterdam heeft gepositioneerd internationaal. En dat is gesponsord door de Nederlandse ambassade. Nou, topreclameman die komt naar Suriname en hij gaat ons zeg maar wat voorbeelden stellen hoe we vanuit de publieke sector en de private sector Suriname op een kaart kunnen zetten. Hij heeft het gedaan voor de stad Amsterdam. Jullie kennen allemaal wel I am Amsterdam. Dat is de slogan van Amsterdam. Heel populair. Laatste tijd ook in het nieuws geweest. En hij heeft dat gepositioneerd. En hij komt. Dit is een heel compleet gratis seminar. Ik zou zeggen, zeker voor de media, woon dat echt bij. Want het is, ik heb de manse credentials gelezen. Hij staat heel hoog aangeschreven internationaal. Het is ook nog een jonge vent. Edward Lee, directeur van de United Caribbean Business Fair, vandaag tijdens de persconferentie over de voorbereiding van het event. Minister Dilmer Hoefdraad van Financiën zal de beurs die gehouden wordt in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken openen.